De verkoop van het Pepergasthuis gaat niet door. Dat zijn verkoper Levier, koperbelegger Jan-Berry Drent en de gemeente Groningen overeengekomen. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft zich, gesteund door de gemeenteraad, altijd tegen de verkoop verzet en ging in beroep bij de autoriteit wonen. Die verleende Levier een vergunning om het gasthuis te verkopen aan Drent. En dat is nu van de baan. En Levier en de gemeente verkopen nu allebei een pand aan Drent. Drent ziet dan af van de koop van het gasthuis. Het mooiste is natuurlijk dat de verkoop niet doorgaat. Hè. Dus dat betekent eigenlijk dat het gebouw zoals het er nu is, gewoon in eigendom blijft van Levier. Dus dat de afspraken die we daarover in het verleden met Levier hebben gemaakt, dat die als het ware weer herleven en weer worden hernieuwd. Levier gaat het hele gebouw opknappen. Gaat er uiteraard ook in overleg met de huurders en gaat ook kijken wat betekent dat eigenlijk allemaal voor het cultureel historisch erfgoed wat daar is. Maar we hebben in ieder geval een hele belangrijke stap gezet dat we daar nu goede afspraken over kunnen maken. We merkten eigenlijk dat de goede relatie met de gemeente best behoorlijk onder druk stond. En dat is niet goed. Als zo met je zo'n belangrijke partner in een stad een samenwerkingsrelatie hebt die wat moeizamer gaat, is dat niet goed voor de volkshuisvesting, niet goed voor Levier, niet goed voor de gemeente. Dus soms moet je de tijd even zijn werk laten doen. En dat heeft gemaakt dat we elkaar weer hebben opgezocht en toch met elkaar hebben de ogen hebben gekeken te kijken, kunnen we hier eigenlijk op een goede manier uitkomen die voor alle partijen in de stad, zowel voor de bewoners als voor Levier, als voor de koper, als voor de gemeente, een passende uitkomst biedt. Voor de zomer werden al gesprekken over de kwestie gevoerd en de procesgang werd stilgelegd. We hebben natuurlijk al veel gesproken met elkaar. We hebben met de rechter tegenover elkaar gestaan. Die procedures worden nu ook gestopt. En we zijn toch eigenlijk tot de conclusie gekomen dat deze onderlinge strijd niet goed is. Niet goed voor de volkshuisvesting, niet goed voor de gemeente en niet goed voor Levier. Dus we hebben gekeken hoe kunnen we een oplossing bedenken. Nou, daar zijn belangen van de gemeente, van Levier en ook van de eigenaar, of de niet meer eigenaar dan mee gemoeid. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat betekent dat we met Levier ter compensatie een aantal afspraken hebben gemaakt om dat zij extra sociale huurwoningen kunnen bouwen de komende jaren in Groningen. Dat ze ook de mogelijkheid krijgen die op termijn weer te kunnen verkopen, zodat ook niet allemaal een deel daarvan, wat andere corporaties trouwens ook hebben. We hebben met de eigenaar, zowel de Vier als wij, ook afspraken gemaakt zodat hij ander vastgoed kan kopen dan het Pepergasthuis, uiteraard tegen de marktconforme voorwaarden. In de communicatie tussen de gemeente, Levier en de bewoners ging veel mis. In het verleden is denk ik veel misgegaan, maar ik denk ook dat we nu moeten constateren met elkaar dat het nu goed gaat. We hebben de afgelopen tijd als Levier en gemeente heel goed samengewerkt. We hebben gekeken van hoe kunnen we nou deze keuze die in het verleden is gemaakt, kunnen we omdraaien, maar hoe kunnen we ook nu weer gaan samenwerken op basis van een gemeenschappelijk verhaal. En dat gemeenschappelijke verhaal gaat over dat je samenwerkt als Levier en gemeente, samen met andere corporaties en ook met de huurdersorganisaties en de huurders zelf, aan goede volkshuisvesting in deze gemeente. Dat je de sociale huisvesting die de afgelopen jaren is ontstaan, dat je die koestert en waardeert. En er hoort ook een goede communicatie bij naar huurders en inwoners toe. En wat ik mooi vind, kijk, Levier had op een gegeven moment ook naar ons toe zoiets van we moeten een afspraak maken, want op dit moment stonden er gewoon heel veel woningen leeg. En dus ook naar de huurders van het Pepergasthuis toe is het van belang dat er nu duidelijkheid komt en dat er geïnvesteerd gaat worden weer in het Pepergasthuis. Levier neemt daar de verantwoordelijkheid voor. Dus ja, ik kan heel erg terugkijken, maar ik wil nu vooral vooruitkijken en ik ben blij met de samenwerking en deze afspraken die ik nu met Levier heb, die wij hebben gemaakt. Ik denk als je terugkijkt naar de communicatie de afgelopen maanden, dan is dat zonder meer goed geweest. Overigens, de eerlijkheidsgebied te zeggen dat eigenlijk de bewonerscommissie die bij ons op bezoek is geweest ook heeft aangegeven dat zij de communicatie met Levier eigenlijk altijd goed hebben gevonden. Dat zetten we graag zo voort. Levier gaat het Pepergasthuis beheren en gaat achterstallig onderhoud doen. De kerk blijft in gebruik en de kunstschatten van het gasthuis blijven waar ze zijn. De 10 woningen die nu leeg staan kunnen weer in de verhuur. Levier gaat in ieder geval investeren in het Pepergasthuis. Het wordt echt, er gaan miljoenen moeten daar geïnvesteerd worden om het weer op te knappen. Nou, daar zal, en de verhuur kan natuurlijk ook weer zo snel mogelijk starten. Dus ik neem aan dat Levier dat gaat oppakken. En ik denk dat dat voor iedereen, voor de stad, voor de volkshuisvesting, maar zeker ook voor de huurders en de toekomstige huurders gewoon heel goed nieuws is. Het gasthuis werd in 1504 aan de stad geschonken door vader en zoon Solleder. Het Pepergasthuis is qua monument buitengewoon belangrijk. Het is een belangrijk monument waar heel veel mensen die daar komen trots zijn, zeggen van daar, dit hoort bij de stad.
En onderdeel van die traditie, onderdeel van die geschiedenis, is dat Pepergasthuis altijd bedoeld is geweest om de armere mensen in deze gemeente, deze stad, te huisvesten. En vooral dat laatste dreigde te verdwijnen. Het Pepergasthuis bleef natuurlijk wel, maar het zou op een hele andere manier worden verhuurd. Dat hebben we hiermee gestopt en daarmee blijft het een monument, niet alleen maar qua gebouw, maar ook een monument voor de volkshuisvesting in onze gemeente. En ik ben heel blij omdat we samen met Levier deze afspraak hebben kunnen maken. Maar feit is dat Levier natuurlijk juridisch eigenaar is van het pand. En we eigenlijk merkten dat er onevenredig veel geld naar het Pepergasthuis moest. En dat geld door te verkopen, konden we dat geld beter investeren in bouw van meer sociale huurwoning in de stad. Dat is ook de reden geweest dat Levier destijds heeft verkocht. Maar ik ben blij om hier nu te staan en gelukkig te kunnen mededelen dat het Pepergasthuis in handen blijft van Levier. En het daarmee ook in een sociale huur blijft volledig. Dus dat is een mooie einduitkomst volgens mij. En in de toekomst is het niet denkbaar dat Levier zegt van kom, we gaan het Pepergasthuis verkopen? Nou, zolang het in handen is van Levier blijft het in een sociale huur. En we hebben met de gemeente afgesproken dat mochten we het willen verkopen, doen we dat alleen als we dat allebei ermee eens zijn. En dat zal niet zo snel het geval zijn, verwacht ik. Marktdenken en volkshuisvesting vindt de wethouder geen goede combinatie. De afgelopen 3 jaar, en daardoor is ook dit hele gedoe rond het Pepergasthuis ontstaan, is eigenlijk een soort strijd geweest tegen het marktdenken en de volkshuisvesting. En coöperaties Levier is eigenlijk door de wetgeving, door de regering gedwongen om dit soort stappen te zetten. Of in ieder geval uitgedaagd, uitgenodigd om dit soort stappen te zetten. Overal in Nederland zien we dat coöperaties hun kostbare, monumentale volkshuisvestingsbezit aan het verkopen zijn. Ik vind het heel mooi dat wij in Groningen nu samen met Levier gezegd hebben van nee, dit gaan we behouden, we gaan erin investeren. We zorgen dat dit waardevolle bezit in handen blijft van een coöperatie, van een sociale volkshuisvester. Daar ben ik heel blij om en daarmee laten we zien dat het ook anders kan. En ik vind er heel trots op dat we dat nu samen kunnen doen. Ja, die afgelopen 3 jaar, dat vind ik geen schoonheidsprijs, van niemand niet. Het heeft uiteindelijk wel wat opgeleverd, namelijk dat het Pepergasthuis blijft waar het hoort, in handen van een sociale volkshuisvester. En Levier heeft denk ik bewezen dat ze dat zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat bij Levier eigenlijk geen sprake is geweest van marktdenken. Bij Levier is in feite niks. Al het geld wat wij hebben, dat is bestemd voor de huurders. En soms kies je ervoor dat de euro die je uitgeeft op een andere manier meer van betekenis is voor de huurders. Dat is een van de redenen geweest dat we het wilden verkopen. Heeft met marktdenken niks te maken. We maken er geen winst op. En mocht er een opbrengst zijn, dan investeren we dat weer in de volkshuisvesting.